Je kijkt naar het RN7 Regio Nieuws. Ja, en voordat ik hier in de studio sta, worden er al de hele dag door verschillende reportages gemaakt om de uitzending te vullen. Maar hoe komen die video's tot stand? En wat is nieuws eigenlijk? Leerlingen van Kindcentrum De Peppel in Beuningen zijn bezig met het project Hoe wordt nieuws gemaakt? En speciaal daarvoor kwam journalist Mabel Elsinga een workshop geven. Voordat ik ga uitleggen wat nieuws is, wil ik graag weten of jullie wel eens naar het nieuws kijken. Wie kijkt wel eens naar het jeugdjournaal? Nou, bijna iedereen. Hartstikke goed. Wat ik ze geleerd heb is vooral wat nieuws is, wat een journalist doet, wat lokaal nieuws is en wat belangrijk is dat in een nieuwsbericht staat. Er zijn een aantal definities van nieuws. Ik moet ook even spieken. Nieuws is bijvoorbeeld als iets heel verrassend is, wat je niet verwacht. Bijvoorbeeld, NEC wordt landskampioen. Wie verwacht dat? Maar de meeste mensen verwachten dat niet, hè? Dus dat is verrassend. Als iets verrassend is, kan het nieuws zijn. Jullie zijn sinds vorige maand bezig met het project Hoe maak je nieuws? Waarom houden jullie dat project? Wij werken eigenlijk thematisch, dus dat wil zeggen dat wij eens in de zoveel tijd een project doen. Nu gaat het over hoe wordt het nieuws gemaakt. Kinderen leren dus letterlijk hoe wordt het nieuws gemaakt, maar ook wat is er allemaal belangrijk bij het maken van nieuws. Dus ze gaan ook zelf een krant maken, stukjes tekst schrijven, artikelen, ze gaan kranten bekijken. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld over de verschillen van vroeger en nu. Hoe werd er vroeger nieuws gemaakt? Hoe doen we dat nu? Wat zijn de verschillen? Stel je vraag maar. Heeft er iemand ooit tijdens dat er gefilmd werd achter de camera zitten rennen of zo? Of ja, zitten zwaaien? Absoluut. Gebeurt heel vaak. Vooral bij kinderen. Kinderen doen dat altijd. Ja. In welk seizoen is het nieuws het leukst? Dat maakt niet uit. Nee. In elk seizoen kan het nieuws leuk zijn. In de winter heb je soms dat iedereen gaat schaatsen en sneeuwen, dan is dat heel erg leuk. En soms is het zomers heel erg leuk als het mooi weer is, maar als er een hittegolf is, dan is het weer niet leuk. Om te ervaren hoe het is om zelf een journalist te zijn, kregen de kinderen de opdracht om een lokaal nieuwsbericht te schrijven. Maar het mag ook in de regio. Als het in Nijmegen is gebeurd of Wijchen, keur ik het ook goed. Wat heb je bedacht? Geen rugzakken meer op school, omdat er illegaal vuurwerk is gevonden. Wij hebben het nieuwsbericht bedacht om te zeggen van RN7 interviewt school OBC Peppel. Zou je ook alvast een stukje kunnen voorlezen? Ja, dat heb ik wel door. En wij hebben 18 januari interviewt RN7 de school Peppel, want zij hebben een IPC-thema. Hoe wordt het nieuws gemaakt? Het vindt plaats in de aula van de Peppel in Beuningen. Door de journalist Mabo, ze geeft een inlichting over het nieuws en maken er een uitzending van. Klinkt hartstikke goed. Ik denk dat je mijn baan kan overnemen als nieuwspresentator. Dankjewel. Zou je dat zelf leuk vinden? Ik weet het niet eigenlijk. Misschien wel, misschien niet. Weet ik nog niet echt. Nee, eigenlijk niet echt. Waarom niet? Het is niet echt iets voor mij. Dat was het, jongens.